Zo, in vlog 22, 3. In de vorige vlog zag je dat ik bij Estrella thuis was in Den Haag. Waar we samen onze mega hit Done Looking For Words hebben geschreven. Nu ben ik in Leidschendam. Hier bevindt zich het tweede deel van het Struilaard Imperium. Te weten, Studio Struilaard. En dat is die kant op. Want vandaag ga ik officieel het liedje inzingen in een fatsoenlijke studio. Zodat we het ook daadwerkelijk kunnen gaan uitbrengen. Veenstra, Veenstra! Hallo en welkom bij vlog nummer 26. Dit vlog heet ook wel hoe een challenge ontzettend uit de klauwen kan lopen. Een paar vlogs geleden kreeg ik van Bluff de challenge maak een liedje. Een vlog later ging ik met Ed Struilaard aan de slag om een liedje te maken. Weer een vlog later ging ik inzingen. Nog een vlog later stond ik op Concert at Sea voor Bluff het liedje te zingen. En in deze vlog ga je zien hoe ik het liedje uiteindelijk ook voor het echie ga opnemen bij Ed Struilaard thuis. Om het vervolgens ook, jawel, echt uit te gaan brengen. Het liedje dat ik samen met Ed heb gemaakt, Done Looking For Words, komt officieel uit. Je kunt het gaan kopen in de iTunes Store, je kunt het gaan beluisteren op Spotify, je kunt het helemaal kapot streamen op Apple Music of op Deezer of waar dan ook. En waarom zou je? Nou, twee redenen. Ik denk dat het een heel goed liedje is. Reden nummer twee, alle opbrengsten gaan naar 3FM Serious Request. Kijk, als je een liedje koopt, dat is natuurlijk gelijk duidelijk, daar betaal je geld voor, bam, dat gaat naar Serious Request. Maar wat je misschien eventjes vergeet, als je een liedje streamt, levert dat ook geld op. Elke keer als jij een liedje streamt, krijgt de uitvoerend artiest daar geld voor. En dat geld, dat gaat niet in deze zak, ook niet in die, nee, ook niet daar. Nee, ook dat geld gaat rechtstreeks naar 3FM Serious Request. Laat me je eerst eventjes meenemen naar een paar dagen geleden. Ik ging naar Leidschendam, naar Studio Struilaard, voor het inzingen van Done Looking For Words. Hier is wel een bel. Ja hoor, dit keer wel een bel. Ik zeg het net, hier heb je er wel een. Ja, dat bedoel ik. Dit is Studio Struilaard, heb ik net uitgelegd. Precies, klopt. Onderdeel van het grote Struilaard Imperium. Enterprise Incorporation BV. Snap ik. Ja. We gaan nu een heel lelijk shot krijgen, maar kondelijk jou een omhelzing gegeven. Oké. Okay. Hallo. Hallo. Welkom jongen. Heb je het kunnen vinden? Nee. Heb je het overleefd? Kon ze het zien? Ja, zeker. Ja. Ik ben heel blij dat je me nog wil zien. Ja, tuurlijk. Ja, maar het is wel een succesje tot nu toe. Het is me zo meegevallen, alle reacties. Ja, toch? Maar echt zo. Nee, dat is goed hè, Michiel. Oh, kijk. Ja. Zo, mevrouw Struilaard weer al zien. Goed. Ja hoor. Michiel. Hallo, Mietke. Echt waar? Ja, je was hartstikke goed. Ja, echt waar. Welke hits zijn er allemaal opgenomen in Studio Struilaard? Oh, diverse, ontelbare. Baby One More Time van Britney Spears. Nee. Ja, nou welkom bij Ed's studio vlog. Nee. Ja, nee, ga je gang. Pak even mijn cola. Ja, tuurlijk. Endorsement. Endorsement. Oh, God. Dat is leuk als je dan een euro hebt voor in de drankautomaat. Dan is dat endorsement. Ja, endorsement. Ik heb die simpel wel ergens. Ja. Nou, even kijken. Mensen, het begon allemaal natuurlijk met een akoestische gitaar. Op een gegeven moment, ja, daar moet ik ook wel een fluitje bij. Ja. Klein basgitaartje. En dan als laatste natuurlijk de drums erbij. Ja. En dan begint het wel ergens op te lijken. Klein pianootje. Oh, die is tof. Extra pianootje voor de sfeer. Daar is nog erbij. Ja, en dan, en daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op, de zogenaamde mondblazers. Ja. Dat klinkt nog steeds een beetje dood. Dus dan heb ik de mondblazers erbij gehaald. Dat is maar dit.
Dus dat ben ik gewoon zelf. Dus ja, dit is een beetje hoe het dan in zijn werk gaat. Potverdorie. Ja, zo klinkt het heel wat. Ja, hè? Dus ja, nou mag jij het. Heb je al een zanger gevonden? Ik zet mijn beste mensen op. Komt goed. Oké. Me and my big mouth again. Oh, I don't think that this will ever blah. God. Nou, die eerste zin hebben we al. Nou, die pak je soms niet meer af. Lange afstel thuis, mens. Me and my big mouth again. I don't think that this will ever end. Oh, why'd I say those things to you? This keeps me up at night. Don't wanna let you down. I'm done looking for words. Die wil ik eigenlijk alleen nog even hebben en dan kort. Dus zet kort, hem met, niet in zijn uitloop. Nee, dus met deze intentie, is goed. Don't look in for words. Ja, duidelijk. Nou, eens even kijken wat we hebben. Massive me, I'm going crazy for words I cannot find. Help me, save me. Help me, save me. 4 uur later, dat is niet waar. Ja, 3 weken later. Zullen we een hapje gaan eten anders? Ja. Nee, ik ben bijna klaar. Hey, hoe gaat het, Ed? Ja, goed. In principe is de zang nu opgenomen. En getuned. Dus dat wil zeggen dat het gewoon goed klinkt. Het enige wat ik nu nog even moet doen is de puntjes op de spreekwoordelijke i zetten. Eventjes afmixen. En dan uploaden en dan morgen in de 9 tot 5. Die bestaat niet meer. Oh, serieus? Dat is jammer. Oh. En het bleef nog lang onrustig in Leidschendam. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en dit filmpje kreeg ik net van Ed. Shit just got real. Ik heb zojuist Done Looking for Words geüpload naar iTunes, Spotify en meer van dat soort platforms. Dus met een beetje mazzel vanaf volgende week te downloaden, te streamen. Doe er je voordeel mee en na alle opbrengsten gaan naar Serious Request 2016. Dus we worden er niet rijk van. Dat is ook niet nodig, want het is gewoon leuk. Het begon als een geintje. Kijk hoe ver we dat geintje kunnen laten gaan. En ik zei, ik kreeg dit filmpje net van Ed. Maar net is een vrij rekbaar begrip, want ook deze opname is alweer een paar dagen oud. Het liedje staat nu op Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, Google Music, overal. Kijk, ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben geen briljant zanger. Dit liedje ga je niet zo heel veel op de radio horen. Ik zal het wel een keer voor de grap laten horen in mijn eigen uitzendingen. Maar bij 3FM gaan we het niet draaien. Beetje gênant. Andere radiostations zullen denk ik ook niet staan te springen om een liedje te gaan draaien van een DJ van een andere zender. Kortom, radiohit zal het niet zo snel worden. Maar jij kunt het wel een hit maken. Jij kunt geld inzamelen voor 3FM Serious Request door de hele nacht lang nu gewoon lekker Done Looking for Words op repeat te zetten terwijl jij ligt te slapen. Hoe makkelijk kan het zijn? Elke keer dat het liedje wordt gestreamd, levert het geld op voor 3FM Serious Request. Dus mijn vraag aan jou is, stream als een malle Done Looking for Words. Want, en dat moet ik eventjes zeggen, en dan zeg ik dan maar gewoon even zelf, de zang mag niet perfect zijn, maar ik vind het liedje eigenlijk best leuk geworden. Het zit bij mij in ieder geval al de hele week in mijn hoofd. Klik YouTube weg. Ga naar Deezer, Spotify, Apple Music, iTunes, waar je ook mijn muziek beluistert. En zoek op Done Looking for Words van Michiel Veenstra. Alvast bedankt en veel luisterplezier. Done looking for words. Je moet zo wel weg, zo meteen komt degene die het echt gaat inzingen. Nou, de uitgang voor de vlog is ook al binnen.